een nieuwe video en welkom terug bij The Last of Us Part 2. En gaat het vandaag dan eindelijk gebeuren? Gaan we eindelijk die confrontatie zien tussen Ellie en Abby? Ik hoop het. Er kan van alles gebeuren, dat zie je wel weer. Net als de vorige episode. Toen dacht ik ook dat het ging gebeuren. En toen... ik heb een lampje nodig. Toen gebeurde al dat gedoe met die scars. Dus je weet het maar nooit met deze game. Maar ik hoop het wel. We hebben lang genoeg gewacht. Ik wil weten hoe dat afloopt. Vol verwachting klopt mijn hart. In principe was het ook echt de ultieme cliffhanger. Want je krijgt een cliffhanger van iets wat gaat gebeuren. En vervolgens ga je ineens enkele jaren terug. En dan moet je gewoon weer 4 uur spelen. Totdat je weer bij dat punt bent. Dit is best wel, smerig. Het is wel tof gedaan op zich. Zodat je ook een beetje het verleden van Abby ziet ofzo. Dus ik snap het wel. Ik vind het ook nog steeds echt een gigantisch toffe game. Ik vind wel dat ze dat iets te veel doen. Het op en neer springen in timelines en zo. Maar ik heb op zich niet zoveel problemen dat ze het continu switchen in timeline. Maar je hebt verschillende timelines. In plaats van het heden en het verleden heb je 3 verschillende verledens. 3 jaar geleden, 2 jaar geleden, 1 jaar geleden, het heden. You know what I mean. Dus het is een beetje lastig te volgen. Ik dacht even dat daar iemand stond. What the fuck. Maar het is zover, boys. Here we are. Aquarium. Seattle Waterfront. I know you're there, Owen. Ik weet ook dat Owen er is. Dit wordt messed up. Dit wordt echt een fucked up moment. Owen. Owen, come on. Come on, Owen. Hoe komen wij hier binnen? Kan ik gewoon omlopen? Eigenlijk zou je bijvoorbeeld de deur beneden moeten barricaderen en dat je dan binnen moet via een touw. Want die zombies kunnen sowieso niet binnen via een touw. Niet dat het heel erg makkelijk is. Laat me raden. Deur is op slot. Juist. Hier moeten we door. Hallo? Oh, over touw gesproken. Hier heb je touw. Moet ik dit naar buiten gooien? Oh ja. Ja, ja, ja. Hier moet ik je naar buiten gooien. En dan... Dat is letterlijk wat ik net zei. Dat je via een touw naar boven klimt. Want deze deur is ook op slot. Surprise, surprise. Was dat daar? Excellent compliance. Nice. Nice, nice. Ik neem aan dat ik dat touw... Waar is hij? Daar is hij. Dat ik die hier overheen moet gooien, over die railing. Oh, wacht. Ik kan via hier gewoon naar boven... Klimmen? Nee. Ik weet niet of dit gaat werken. Het leek mij een goed idee. Maar, oh. Wat? Het touw is niet lang genoeg. Want ik wil het eigenlijk om zo'n ding heen doen. Dat gaat niet werken. Hoe wil ik dit doen dan? Langer dan dit is hij niet. Oh, I'm dumb. I am dumb. Ik zie nou pas dat het glas is. Waarom zag ik dat eerder niet? Maar dat is wel nice gedaan. Dat is wel tof. Pop! En dan gooi ik hem nou... ik weet niet of... Van deze kant of van de andere kant moet, maar... Waarschijnlijk van de andere kant. Alright. Alright. Zo. Wat? Is het lang genoeg? Yeah. Ah, is dat tof gedaan. Ah, is wel nice gedaan. Is er ook geen touw of wel? Is het een stekker? Goeie stekker. Oh. Dat is een steen. Laat me raden. Dan moet ik hier naar beneden. Yup. Veel andere opties hebben we niet.
Ik neem een steen mee. Je weet maar nooit waarvoor we hem nodig kunnen hebben. Ja. Daar is het. Daar is het volgens mij. Ik herken deze kamer. Okay. Ik heb hier zelfs die voerbak van die hond. Is dat bloed? Maar ze waren al bebloed toen wij aankwamen, hè? En dat is het gek hieraan. Toen Ellie hier aankwam, toen was er al bloed. Dus het is niet zo dat... dat dit na Ellie... Hey, Owen. I don't know, whatever. Ik gok dat ze hier gewoon allebei liggen. Mr. Crab! Owen! Volgens mij is er een lekkage. Dit is niet... Ik dacht dat dat dezelfde kamer was, maar... Niet... Huh? Welke kamer moeten we in? Dit is opslag. Ligt hier nog iets boeiends? Nope. Nou, dan zullen we die kant wel op moeten. Ik dacht echt dat dat die kamer was waar Ellie binnen was gekomen. Daar leek het wel op. Ik kan me herinneren dat er ook zo'n grote krab op de deur stond. Maar dat zal misschien bij meerdere deuren zijn. Kan niet. Oh, kan ik wel door. Maar dan zijn we weer buiten. Of course. Oh, er is licht aan. Huh? Er is licht aan in die boot. Wat? Is dit nog voor Ellie? Is dat bloed? Nee, Owen? Ik... There he is! Dit is dan nog voor! Cruel. Oh mijn god! Isaac sends you. Nee! Oh, dat is zo raar! Take her apart if I'm gonna fix her back up. I see. Want some? Pass. Bucky Blur! Oh, that is so fucked up! And he's dead. Figured. You want to tell me what happened? Dit is dus nog helemaal terug. Heel ver terug nog. Kut. We were cleaning out a small camp. It's just a couple scars and hit this one on the head. Hard. And he goes down. And his weapon's right there. And he doesn't go for it. Instead, he turns to me. And he's old. And tired. He was just... ready. I've killed a lot of scars. And, I couldn't do it. Of course, Danny gets in my fucking face about it. I told him I'm done. He can do it himself if he wants. And he points his fucking gun at me. The fuck? So I grab it, and then... First, I didn't even know which one of us was shot. I never liked him anyways. You defended yourself. Stop. I can fix this. I'll talk to Isaac. I am tired, Abby. I don't want to fight over land that I don't give a fuck about anymore.
to Santa Barbara. Het is ook geen overleven mee. Je bent gewoon echt een army eigenlijk. The chaser rumor. I've heard it more than once. The fireflies aren't regrouping. They're gone. They're gone. It's a lead. I gotta see it through. Maar dit is allemaal weer het verleden. Ik dacht dat het heden zou zijn. Dat is zo raar. What about Mel? Fucker. Be safe here. Okay. We'll talk in the morning when you're sober. Don't do that. Do what? Treat me like I'm fucking insane. You feel the same way. If the fireflies are in Santa Barbara, I go the opposite fucking direction. What? What's the problem with the fireflies? Nothing. Sorry I grew up. You should try it. Oh yeah, how do I do that? Should I go find the people that killed my family? Cut into them? I could torture them until they're crying now. To 100 real quick. What the fuck? Ik had dus wel gelijk. Oh, pas op camera. Pas op. No, wat doe je? Ik moet dit censoren. Alright. She got some small titties though. What the fuck? Dit zou ik echt niet aankomen, dude. What the fuck? What? Yo! Alright. Hè? Waarom dit nou weer? What the fuck? We zijn weer hier zijn wel vaker geweest. Ik heb het net al een keer gezegd, dat deze game zo fucking random is. Als je denkt, oké, dit gaat er gebeuren, komt er ineens compleet randoms. Nou, ik zal even zien hoe ik dat kan censoren. Maar dit hebben we allemaal al gezien. Oké, dit is een of andere alternate universe. Wait, what? Dat waren die twee van vorige episode. Dat was fucking random. Wat een nachtmerrie. Makes no sense. He had some rough sex. Yup. Those fucking kids. Oh, dat is die strop. Laat maar. Ik dacht even... Oké. Okay. Never mind. Ik was die strop al vergeten. Maar dit is een beetje fucked up. Seattle dag 2. Ik weet... Welke was dat er weer? Echt, jongen. Die time jumps allemaal? We need to get them out of there before it's too late. What the hell am I doing? Maar dat is een beetje messed up. They're fucking scars. Want die ene chick die was zwanger, die was volgens mij zwanger van Owen, right? Oké. Okay. Well.
Dat is lang geleden dat ik de plank heb moeten pakken. Dit was echt het dingetje in deel 1. Moest je continu gebruiken. This brings me back. Flik je bijna naar beneden. Okay. Ligt hier iets? Er ligt hier wel iemand. Hé, hey, je hebt een munt van mij. Dankjewel. Alabama. Alabama. Alright. Maar dat was zo kut. Ik dacht echt dat dat hedendaags gameplay was, zeg maar. Oké, nou komen we aan bij het aquarium. Daar zien wij Owen liggen. She's gonna rage. But no. Ik weet zeker dat dat ook expres zo gedaan was. Dat iedereen dat denkt. Ik durf het bijna te garanderen. Ik ben niet de enige die er zo over dacht. Weiger te geloven. Dat was wel tof gedaan, daar niet van. Beetje messed up. En er waren hier... Terrified. Ik heb een boog. Wat is dit voor lage vrachtauto? Kijk dan. Heel laag aan de voorkant en dan... What the fuck? Ligt het dan... Kijk hoe laag! Oh, hier ligt scrap en ammo. Oh. No, 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 no. Oh. Oh. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht dat hij me al lang gezien had. Oh, well, I'm fucked. Onder. Ik wil er onderdoor kruipen. Ze hebben me niet gezien. Ze hebben me niet... Je hebt me wel gezien! Nee! No! Wacht even! Oh, er zijn er meer. Oh, dus... Waarom zijn al die fucking chicks zo fucking buff in deze game? Ben ik de enige die erop valt? Hier hebben we er weer een. Hier, op je muil, gauw! Was die mis, dat tweede schot? I don't care. Oh. Oh, no. Oh, oké, okay, well, I'm fucking dead. I'm so fucking dead. Ah! Okay, die is dood. And I'm dead as well. Fuck, recht in mijn kaak. Doe normaal. Doe normaal. Bij die tweede keer, als ik 1 seconde eerder was geweest, had hij niet geroepen. En dan was alles prima geweest. Maar ik wachtte te lang af, omdat ik dacht dat hij me al lang gezien had. En dat het, ja. Dat ik het al verprutst had. Are you sure you saw them? Fuck. It was the apostate. Dat kind is een gruwel. Oh, fuck me. Over een gruwel gesproken. Jij gaat rechtsaf. En die andere gaat linksaf. Kun je doorlopen, alsjeblieft? Surprise! Kan die andere... Die kan mij niet zien. Goed zo. Goed zo. Beetje ammo. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk die andere links uitschakelen. Oh, fuck. Oh, no. Waar is die andere heen? Zo. We gaan rustig proberen te sneaken. Komt goed, komt in orde. Oké. Well, dat is weer mijn luck. Hold! Nope, nope, nope. En nope. En... Oh, dit is het moment dat ik moet rennen. Dat is de... Oh, shit! Ah! Oké. Ik moet een beetje afstand maken. Hee, zo doe je dat. Net op het moment dat ik wilde schieten. Komt in orde, komt in orde, komt in orde. I got this, boys. I got this. Oh! Ah, shit. Ah! Bitch, bitches. Oh, shit!
Nee. Nope. Nee, ik moet rennen, want die andere schiet maar daar aan fladden. I gotta go! Eerst deze afmaken. Deze hier. Ah! Oké, ik kan toch niks doen als je blijft schieten! Hier, jij ook. Holy moly. Dat is zo irritant, want als je in zo'n fight zit, zo'n fistfight... Fuck en je wordt beschoten, dan cancelt die fistfight. Wat logisch is, maar dat is zo irritant. Oh. Oké. Okay. I'm good. Oemf. Ik heb eigenlijk geen ammo meer. Ik had een silencer. Ik had weer gewoon die pistool moeten gebruiken in plaats van die boog. Deze had het verneukt. Dat was mijn eigen schuld. Ik had hem gewoon in zijn kop moeten schieten. Moet ik hier doorheen? I guess. Ik zie hier een deur. Oh, we kunnen... Laat maar raden. De deur is op slot. Die havens, die doen me ook echt denken aan... The Last of Us 1. Dat je echt een groot gedeelte dat je allemaal op die haven zat en zo. Met die fireflies. Hebben jullie van mij nog wat loot in petto? Come on. Nope. Oké. Okay. 3 keer scheepsrecht misschien? Ergens iets? Nee. Er is helemaal niks. Ik weet niet waarom. Ik ben echt geneigd om naar... Ik kan hier niet eens op. Ik kan zeggen om naar boven te kijken. Blijkbaar kan ik niet klimmen. Oh, zijn werktafel. Nou, hier gaan we weer. Ik kan alles upgraden. Ik denk dat het beste is om die boog te upgraden. Ik kan stabiliteit in vizier. Ik wil eigenlijk een vizier erop gooien. Vind ik gewoon cool. Ja. Gewoon omdat het kan. Zoek zo'n sniperscope of... Of niet? Ja, soort van. Dat is wel bruut. Dat is wel vet. Ik weet niet of het ook fijn is. Ik denk het niet. Het probleem met die kruisboog is natuurlijk dat die pijlen dalen. Nou, op zich trouwens niet, want die crossbow schiet is super hard. Dus dan blijven ze best wel accurate. I hope they're still there. I hope they're still there. Oh, we zijn weer terug naar die ene. Of naar die twee. Naar die twee. Ja, dat is hier. Oh. Van die nachtmerrie. Shit. Kid? You still there? Dat kind en die chick die. De arm had gebroken. Ik hoop. Don't come any closer. It's me, Abby! Sorry. How's she doing? She dead. Oh no. Oh damn. Oh my god, kijk die arm. Ik zeg chop chop. Arm eraf. I'm gonna move your arm. Lean into me. Where are you taking her? Come on. What are you doing? I'm giving her a chance. All right. Niet verwacht. Ah! Owen! Dat is dat... Nee, dat kan niet, want we zagen net ook al bloed. Owen! I don't get it. Waarom lag er al bloed net? Dit zou ver... Owen, wake up! I'm here. Dit zou verklaren waarom de bloed was... I need whatever medical supplies you have. ...met Ellie. Alex, put the phone down, it's okay! Put it down! Alex, shut up! Alex, put stop! Put the phone down! Alex!
Lev, lower the bow. It's okay. Abby, who are these kids? They say retired. Scars. Can you take a look at her? Hmm. Zij was een dokter. Klopt wel. This is Yara. What did this? A hammer. It wasn't me. Let's lay her down. Can you feel this? Yara. Zo interessant hoe al die verhalen zo samenkomen eigenlijk. The bone shattered. Ja, verbruizen. Oh shit, Sherlock. Dat kan ik ook wel vertellen. She has compartment syndrome. What does that mean? It means it has to come off. She's a soldier. You can't take her arm. We leave it, it'll turn gangrenous. Just make it stop hurting. Please. What do you need? A new arm. A saw, sutures, clamps, antibiotics. But we're far from ideal right now. We have knives. Fire. Cut and cauterize it. She would die from infection. Make me a list. I'll go to the hospital, get whatever you need. It'll take you all day to get there. I don't mind. It's not about you, Abby. She doesn't have a couple of days. What if I can get you there in 2 hours? How? Wolf Hospital, right? On the west side? How? We built bridges. High up, it's how we get around the flooding and... you people. Can't you handle 2 hours? Probably, yeah. So make a list. Wait, are you serious? These bridges are used by Scars. They only send in small groups at a time. You heard that, small groups. This isn't a joke. Lev? May she guide you. May she protect you. Shut your mouth! Abby. Mm. Abby. Toen wij hier als Ellie kwamen, toen was die chick er in ieder geval niet meer. Hey. What? Did you steal my keys? Sorry. Can I talk to you? Talk? Eye to eye. Why are you doing this? Look, she just showed up. Okay. I don't think she knows about last night. I don't care about last night. Well, I do. It was a rough night. Which one? Hope you know what you're doing. Peace out, Girl Scout! Nou, dan gaan we even spul jatten. Waar is dat? Ziekenhuis. Friends are wolves too. Yeah. We were lucky Mel was there. She's one of the best surgeons in Seattle. Mel. And what's his name? The man? Owen. Mel. Owen. App. Wat is zijn naam? How do we get to maar dan weten we Lev of iets was toch? The bridge is there. Path ahead kicks out toward downtown. The route starts at the edge of the rushing water. You get us there, and I can take over. Whoop! These bridges are really gonna get us over the rapids? Yeah. In just a couple hours. Ooh. I'm not lying. Okay. I'm not lying. Dat moet nog blijken, jongeman. I don't trust you. Wolf, there it is. Uh, that's the building we need to get to.
Oh! Kijk, ik zie het. Ik heb volgens mij zo'n kraan gezien die omgekukeld was. Dan zullen we daar overheen moeten lopen. What happens if we can't get the stuff your friend needs? She's gonna die! She'll have to try to do the surgery with what Owen has around. It's not... That wouldn't be good. Do you think she'll make it? You get the supplies, yeah, she'll have a good shot. Een kapsalon. Ja, een nieuw kapsel is misschien wel nodig, maar hij is kaal. Hij, het, it. Weet ik veel. I don't know. Oh, muntje. Hey. Oh, wow, what the fuck? You know our dogs can play cards like that? I'm 13, not 8. You're the size of an 8-year-old. Do other people think you're funny? No. You dumb little child. Too much pressure builds up in the muscles. The blood can't move in and out of the tissue. Tissue? Kind of the skin. Oh no, oh no. Fudble, fudble, fudble. I don't know. I grew up around doctors. Like Mel. Oh, ik kan gewoon naar links springen. I'm dumb. Oh, dat was het al. Ik weet nou niet of het jong is of niet. Volgens mij wel, maar... Ik heb mijn twijfels. Het maakt niet uit, hè. Maar er is weer een excuus... om die cliffhanger langer uit te stellen. Oh, we kunnen even daar kijken. Het is ongelooflijk, jongen. Ongelooflijk. Wat hebben we hier? Let's see if we can get to the top of this building. You've been to these sky bridges before, right? Yeah. Oh, kunnen we de... We're gonna see a lot of scars. Seraphites. I don't know. We kunnen niet via de lift. Be okay if we do. Feels bad. I was yesterday. Yeah, but those guys were hunting you. They're all hunting us. Dan heb je natuurlijk gewoon drie groepen. Die alle drie denken dat ze het juiste doen. Is dat een beetje een ding dadelijk? Oh, briefje. Whoever turns up, I don't care who they are. I don't care if they are wolves or seraphites or whatever. The fuck, just save me, please save me. I will do whatever you want. I will cut my face. I will shoot some Fedra shit. Okay. Can I get the door open? Come on. Dit is echt zo'n tease. Ik kan naar binnen. Wacht, ik kan via buiten misschien. Oh. Natuurlijk kan ik via buiten. May she guide you. Hallo? Oh. Wauw. Dank voor de ammo. Beetje scrap. Kunnen we dingen maken? Wij kunnen dingen maken. Ik ga dit ding eens even upgraden. First aid kitje. Een messy. Dat is wel prima. Oké, okay, we gaan verder naar boven. Oh shit, ik was het vergeten. Zij heeft hoogtevrees. Oh no. Dat is waar ook. En wie heeft hoogtevrees? Dus dit wordt nog leuk. Want fuck me. Nou ja, dit is wel de manier om over haar, hoogtevrees in te komen. You okay? I'm fine. Sure. I said I'm fine. Wacht, misschien kan hij iets zeggen over dat wijf. Nee? Mogen ze je leiden? Ik zal je laten leiden. Motherfucker. Getting closer to your tall building. It's look really bad down there. Mm-hmm. Whoop. Knock knock. Oh nee, ik kon de deur gewoon openen. Ah shit. Onnodig al deze vandalisme.
We're gonna have to do a little zigzagging. Zigzagging. Hey. How long have you two been on the run for? 2 days. Where were you headed? I don't know. Just away. So you're gonna tell me the real reason why they're after you now? I did. They want to kill a little boy because he shaved his head. I wasn't allowed. Oh, this is a... It's a rule. Okay. I broke it. Jeez. Broke it. So why'd you do it? I don't know. Pretty punk rock of you. Punk rock? I get the impression you don't follow most rules. Hmm. I guess so. Ik heb geen zin om alles te lezen, het spijt me. Maar volgens mij, van wat ik nou heb gezien, what the fuck, is Jackson echt het beste van allemaal. Die doen gewoon hun eigen dingetje, echt puur op survival. Terwijl die wolves, dat is echt meer een soort van army. En die Seraphites zijn gewoon idioten. Dat is mijn indruk van de situatie so far. Volgens mij heb ik het ook redelijk... Redelijk accurate. Kan ik nog wat shampoo pakken? Nee. Ah! Sla me erdoor! Sla me eruit! En dan weer. Een kluis. Iets zeg maar dat in die brief... die ik net eerder heb gevonden een code staat. Dus ik zal toch even die brief doorlezen. Uitwisseling tussen buren. Alright, staat hier iets van een code in. Waar heb je deze vodka vandaan? Dit is goed spul. Zo, sterk spul. Oh, ik zie daar al iets staan. Ik laat onze deuren van het slot en leg wat voorraad in onze kluis. De combinatie is ons appartementsnummer en dan jullie appartementsnummer. Neem alles mee en ga hier weg. Alright, ik zal het even goed doorlezen dan. We beginnen bovenaan. Oh, ik heb de hik. Lastig. Aan het buurmeisje. Wij zijn Sam en James. We wonen op nummer 302. En we wisten niet dat er nog andere mensen waren gebleven. We zweren dat we niet eng zijn. We laten wat vers gebakken lekkers voor je achter, Sam. Dank voor het maïsbrood. Ik moest jullie deze fles vodka geven van mijn moeder. Hopelijk is dat goede kwaliteit. Waarom zijn jullie niet met anderen meegegaan in de bus? Ik heet Julia. Mijn moeder heet Heidi. Julia. Het zijn dus buren. En het ene nummer is 302. Dan kan het niet heel veel zijn, in principe. We kunnen even kijken bij die deur. Kunnen we hier naar buiten? Kijken. Dat is 301. Dat is 302. Hier nog een nummertje. 304. Oh, kan ik het zien aan de namen? Staan er namen bij? J. Kennedy. R. Wood. Het waren buren. Wat was haar naam ook? Heidi? Heidi, ho. Oké, okay, misschien aan de andere kant van dit gebouw. Ik denk dat ik daar terug moet of zo. Ik moet gewoon meer dingen vinden. Meer deuren. Dan weten we wat het nummer is. Vermoed ik. Oh, 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 oh. Cool. Bijlen! Chop, chop. How long have you been using that thing? My bow? Since forever. Okay, weet je wat? I'm good with it. You should have seen Yara. Nou niet meer, hè? Die heeft één arm. Okay, ik ga wel gewoon even wat frutselen, want blijkbaar ben ik dom. Ik ben blijkbaar heel dom. Okay, dus 30. Dan ben ik het vergeten. Was het 30.02? Oh. 30-23. Oh ja, 302, 30 nog wat dus. 304 was het. Dan gaan we zo meteen even kijken waar dat was, oké? Okay? 304. Got it. Oh, dit is in mijn dwars. Hé, hey, we hebben een boekie. Een boekie. Identity counter and destroy. This will come in handy. Oké. Okay. Interessant. En nog meer ander spul.
Dat is voor zwaar geschut. Een upgrade voor zwaar geschut. Mijn interesse is gewekt. Wat is dit? Sneller vervaardigen. Vervaardig alle voorwerpen 2 keer zo snel. Oké. Vervaardig duurzame geüpgrade melee wapens. Vervaardig effectievere pijpbommen. Bla 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 bla. Oké. Je hebt er niet genoeg materialen. Maar 304. 304. Kan ik die hier zien? Dat is 303. Dit is 304. Maar J. Kennedy. Waarschijnlijk stond er in die brief van... Ah, mijn pa is Kennedy of zo. Heb ik gewoon overheen gelezen. Waarschijnlijk ben ik gewoon een idioot. Ik bedoel, het waren buren. Dus ja, letterlijk daarnaast. Maar ik zou zeggen, het kan in een gebouw zijn. I don't know. Kom, kom. Oh. Moet ik hier omhoog? Ah, ik moet die kant op. Wacht even. One sec. Heeft hier iets? Een steen. Ah, dat is ook niet heel interessant. Tip. Shut up met je tip. Ik weet waar ik heen moet, oké? Ik zit even rond te kijken. Woep! Oh, fuck. Demons. Gelukkig is het heel vies glas, dus ze zien me niet lopen. Was dat slim? Probably not. Nope, was niet slim. Niet verstandig. Dat was... Ja. Weet je wat ik had moeten doen? Ik had van boven die steen moeten gooien. Oh no. Oh! Oké, I'm out here. Veel plezier, jongeman. I don't give a shit. Come on. Ah! Fuck you! Ik heb geen pijpbommen nou, hè. Godverdomme. Oh, ik moet reloaden. Dat is doodlopend. Ze zijn letterlijk overal. Oké, jij bent dood. Jij bent niet dood. Dan zorgen we dat je dood gaat. Oh, dat is... Oh, die ging redelijk snel dood. Oh. Fuck you! Oh my god! Al mijn wapens moet ik reloaden. Hoe irritant is dit? En nou is hij gereload, hè? Dat is altijd. You okay? Nee. Yes. I'm not okay. De tering. Stressvol. How many Seraphites have you killed? Why? Curious. Enough? I don't know. Beetje een kutvraag om te stellen. Je wil niet weten hoeveel ik er heb vermoord. Hey, shotgun ammo. Ah, ik had een shotgun. Ah, I'm an idiot. Ik had gewoon een shotgun op zak. Echt, ik heb te veel wapens. Het is lastig om alles bij te houden. Hey. Beetje materiaaltjes. Waar moet ik nou heen? Volgens mij... Hè? Oh, ik moet hier omhoog. Alright. Follow the light. Interbay. Hey, hey, hey. Kun je deze sprong maken? Ah ja, makkelijk. En hop. Kan hij ook die sprongen halen met zijn korte pootjes? Waar is hij? Oh, daar is hij. Het zou echt grappig zijn als je misproeft. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat haar oorspronkelijke missie was. Van Abby. Wat was haar missie? Waar was ze mee bezig? Helemaal in het begin. I don't know. Godverdomme. Who is he? I don't know. Hij was... Isn't he a wolf? There are thousands of us. Do you know every scar? Stop calling us scars. Sure. Okay, I was looking at flowers, cigarettes, salt, canned fruit, toothpaste, blah, blah, blah. So keep your eyes peeled. We could sure use the extra ammo from her. What? Wij zijn op zoek naar medicatie.
Nou ja, dat zullen we hier toch nergens vinden. Maar wel ammo. Oh. En een fles. Wat is dat hier? Switch to Interbay Wireless and receive $200 off a new phone. Damn, ze geven het weg, joh. Oh, is dit werk? Dit is een werktafel. Oké. Okay. Ik kan mijn shotgun upgraden. Ah, waarom ook niet? Why not? Ik moet eigenlijk die wapens sterker maken. Kijk. Dat is ook helemaal veranderd. Hij was eerst van hout, toch? The fuck? Come on, little boy. Oh, er zit geen glas in. Op dit soort momenten mis ik Kratos zijn stem. Mooi. Voor mensen die geen God of War hebben gespeeld, die game is waarschijnlijk mijn favoriete game op de PlayStation 4. Dus check sowieso die game. God of War was echt waanzinnig goed. Hebben we hier iets? Hey, cloth. This where we're supposed to be? Yeah. This building will take us to the building next door. No shit, Sherlock. Dan zul je zien dat we daar ook eraf vallen en dan beginnen we weer helemaal opnieuw. Wat is dit nou weer voor iets? Wat zijn dit? Gewoon rennen. Ik denk dat het trofies zijn. Rennen. Huh? Wat is dit? Gewoon rare dingen dit. Tandwielen. Oké, okay, waar gaan we heen? Oh, oh. Fuck. Die man, jongen. Kan ik dat? Kan ik dat? You know I can't do that, right? Ik ga. Ik neem de omweg. Oh god. Hij weet het al. Ligt voor je neef. Okay. Nou, hij heeft dus al door dat Abby inderdaad hoogtevrees heeft. Here we are. Follow me. Oh. How much higher are we going? You're gonna be okay. It's a lot, isn't it? Yes. Ik weet zeker dat we over die kraan heen gelopen, want ik heb die eerder ooit gezien in de verte. Dan zag je hem echt plat liggen. Show off. It's not that hard. Uh-huh. Uh-huh. Zat hij nou weer? Oh. Fucking inktvis. This way. Liggen hier pillen? We kennen de gouden regel. Oh, what the fuck? Wolves never look up. Hè? What does that mean? It means no matter how many people or guns you have, we'll find a way around you. Maybe you should stop saying we, since they're trying to kill you. Goed punt. Ja, hij weet niet beter. Hij is gewoon een dom klein kind. Met je hersenspoel. The apostate! Oh! Shit. It's Lily! It is a Lily. Okay. Come on. Come on over. Ik heb geen bom. Wacht, ik kan bommen maken. Ik wil iemand opblazen. You should have stayed away, Lily. You should have stayed away, Lily. Ik kan flanken. Wacht even. Dan gaan we dat eens even doen. Zij moeten hem hebben, niet mij. Kill hem. Oh, nee. Ah, oh, fuck. En dan mis ik ook nog. Hier jij. Dat was letterlijk mijn kans geweest om gewoon rond te sneaken. En dan verpest ik het zo. Oh, hi. Gotcha. Auw. In mijn rug? Hoe de fuck ben ik in mijn rug geraakt eigenlijk? Where are you?
Ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet. What the fuck? Waar? Oh, dat is lekker. Oh, recht in zijn hoofd. Hoe de fuck kan... Ah, nog één. Hoe komen ze al achter mij? Yeah, surprise. Oh, ik schiet me. Oké, weet je wat? Ik heb het gehad van jou. Ik heb het helemaal gehad. Hier jij. Hè? Hè? Die kan je krijgen. You okay? Kijk dan, dat is toch geweldig. Kijk dan. Waar is zijn hoofd? Goeie vraag, waar is zijn hoofd? What's up? Let me help. I got it. I got it. Eigenwijs stuk vreten. Did you hear what they called me? Yeah. Do you want to ask me about it? No, I don't care. Do you want me to ask you about it? No. No. Okay. Hou je mel dan. Oh, wat hebben we hier? Rufus! Housebreaking Rufus. Hatching November 27th. Nou boys, spoilers. Er komt een hele toffe film aan in november. Genaamd Rufus. Klinkt als een hond. What the hell? Het zijn echt maf case dit hoor. Oh, die hebben we eerder gevonden. Scars built all this? Seraphites. Yeah, I was gonna say that. It's pretty cool. What's cool? Like, impressive. Awesome. What's awesome? Protect them. Protect them. I wonder if your prophet had any idea what she was starting. She saved dozens of people in ways no one can explain. What the? She blew up trucks and killed some soldiers. Not that hard to explain. Have you read her writings? Skimmed some. You'd benefit from it. Sure. Best enge mensen eigenlijk. Want ze zijn ervan overtuigd dat ze het juiste doen. Dat is het probleem. Waarom kan ik dat niet pakken? Hallo? Help? Pak die pillen! Zijn maar pillen vol? Nee. Pak die pillen! Come on. Abby. Je kan erbij. Dat bedoel ik. Je bent groot genoeg. Oh, je ligt van alles. Kijk dan. Ligt er helemaal vol. Zo. Zo, de you. Ik kan hier ook iets upgraden, maar ik denk niet dat we daar iets mee kunnen. Nope, ik kan helemaal niks upgraden. Oké, we gaan weer verder naar boven. Hoe hoog is dit gebouw? Oh, dit is volgens mij... Dit is de top. Dit is niet zo hoog. Valt reuze mee. Seriously, how high up are we going? I never said before. My condolences for your son. Condoleert met je zoon. And other. He's with our prophet now. He passed bravely. Ik wil schieten. Ik wil ook een bom gooien. Maar er zijn er meerdere. Ik denk dat we moeten gaan sneaken. It's a great honor. De ouderen weten wat het beste is. Sure. Als je dat maar blijft geloven. We kunnen via boven of via onder. Oh, ik zag iemand naar beneden springen links. Weet je wat het probleem hier is? Ze kunnen letterlijk overal zijn. Ik ga eens even... Oh, daar loopt er eentje onder mij. Oh, daar ook eentje. Er zijn er twee. Er zijn er sowieso meer dan twee. Ik wil deze eigenlijk uitschakelen hier. Je hebt me niet zien. Je ziet me niet. Je ziet me niet. Je ziet me niet. Ja. Dit is lastig, man. Ik heb er ook eentje. Ik moet zijn kop miepen. Sure, why not? Het probleem is alleen, ik heb geen pijlen meer. Dus ik moet even mijn pijlen ophalen. Dit is...
Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Huh? Pijlen. Goed zo. Zolang ik die pijlen blijf behouden, is er nog hoop. Zonder die pijlen kunnen we hier niks. Gaan hier omhoog? Oh no. Liggen, 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 liggen. Ik zie de drie. Arr. Kan proberen via links te sneaken. Die onder, die zal waarschijnlijk... Ja, die zijn we kwijt. We hebben er nog twee. Als we dit kunnen doen zonder mensen te alarmeren, dan zitten we goed. Oh, we zitten... Ze hebben... Oké. Okay. Ah, fuck. Ze hebben het lijk gevonden. Ah, dat meen je niet. Ik was er letterlijk bijna. Ze weten nog niet waar we zijn. Dat is ons voordeel nu. Ik weet niet voor hoe lang. Kan ik niet gewoon verder? Ja, ik moet die kant gewoon opspringen, toch? Denk ik. Ik denk dat we deze kant gewoon op moeten. Scheid. Kijk. In orde. Haha. Ze zijn daar al op zoek, maar zolang ze niet weten waar we zijn... Oh, fuck. Oh, no. Fuck this shit. Fuck this shit. Fuck this shit. Kan ik hier gewoon door? Ah, dat kan gewoon. Fuck hem. Ik ga gewoon door. Dat is helemaal in orde. Fuck 'em. Fuck 'em. Never heard a Seraphite cuss before. Je hebt 47 supplementen. Oké, heel fijn. Dit maakt het een stuk makkelijker. Yeah. Gewoon een lift. Dat is een stuk makkelijker. Oh! Shit. Een pittig hoog gebouw, hoor. Give you some advice. Don't look down. Just think about the good parts. The good parts? Yeah, like you run faster. You're more focused. Oh, fuck. Die ogen. You don't feel pain. Every bad feeling, your palms sweating, your heart racing, they're all signs you're actually strong. Ik moet altijd denken aan Eminem. Bij palms sweating. Mom spaghetti. Think about how your body is getting ready for what's coming. Only when weak may I carry my true strength. Oh yeah, Mel. Zijn we er bijna? Want ik moet niezen. Weer een werktafel? Oh, dat is geen werktafel. Yeah. Oh, bijna. I thought you were anti-electricity and all that sinful old world stuff. There are exceptions, especially for soldiers. That's convenient. All right, pass along. The truce is over. They ambushed one of our groups. We need to show our strength. Gather a handful of your strongest soldiers and go deep into their territory. Target any wolves you come across. There is no age restriction to the message we must deliver. All right. No age restrictions. You like this prophet even though her followers want to kill you in her name? Uh-huh. She wouldn't want any of this. Her writings don't have violence in them. You should tell that to your people. We weren't stoning or hanging people until after she died. They're taking her words and twisting them. Read the text. Deze is overleden, die Wendy up here. Die chick. En hier is inderdaad die kraan. That's the bridge. That's not a bridge. Follow me. That's not a bridge. We'll go slow. Ah. I don't know if I can do this. It's not as bad as it looks. It does look pretty bad. Ik moet mijn evenwicht gaan bewaren, nou. People cross this regularly? Yeah. May she guide you. I'm not. I mean... It's not the most popular route. Oh my god. Try not to look down. Benea? Oh fuck.
Moet ik... Oh, ik kan niet langs. Shit. Er is wel een slimme manier om ongezien... Oh, fuck. Ongezien aan de overkant te komen. How you feeling? Waiting on all that true strength. Cold. Cool. Cool. What? Never mind. What's going on between you and your friend Owen? A lot. Oh my god, Lev, now? It seemed really awkward. Just go! I have to go, yo! Oh, huh. Stel het niks voor you. I did it! Easy clap. Come on! Can we take a minute and be impressed by me? Kan ik hem wel? Not yet. Ik ga heel even hier checken. Ik weet niet wat hier is. Why? Oh, helemaal niks. You'll see. Oh, ah, nee. Ligt hier iets? Dit is een mooi plekje voor loot. Oh my god. Why am I doing this? Of why? Oh, wow. Het is zo raar, hè? Het is zo mistig en zo. Ik zie niks. We zitten letterlijk in de wolken. Ik denk dat ik zo meteen toch de video moet gaan beëindigen, want dit wordt stiekem weer best wel lang. Holy shit, Lev. It's gonna be okay. Eyes on me. Lev! Ah, shit. Kan ik hier omhoog? Nee. Wat is een raar ritje? Ik wist dat het niet alles kon zijn. Dit is sketchy. Dit is sketchy as fuck. Vooral met die wind op deze hoogte. Ik heb geen hoogtevrees, maar ook ik vind dit fucked up. Don't quote the prophet to me. Heights never scared me. Een Amerikaanse vlag. The ocean. Dogs. Holy fuck. Houd hem recht. Waar zitten we? Oh, daar is het ziekenhuis. Dat zie je letterlijk het ziekenhuis. Ah, right there. Almost there. No. Shit. Oh, fuck. Hey, look. You can see the hospital now. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, no. Focus on me. Dat moet je niet zeggen. I can't do this, Lev. You dumb child. Yes, you can. I can't. You're going to. Come on. True strength. True strength. Het is wel vet om te zien hoe deze game verandert. Okay, ik had dit echt geen van allen verwacht. Of we nou de afgelopen episodes allemaal hebben meegemaakt. You can make it. Ik zag het geen van allen aankomen. Deze game is echt een stuk langer dan ik vermoedde. Ik moet wel zeggen dat ik Ellie mis. Almost there. Oh mijn god, ik kippenvel hier. Kijk dan, what the fuck? Come on. I'm dizzy. Ha! Oh! Rami! Nee! Hold on! Oh my god! Oh my god! Ah! I fucked up! We zijn beneden! Dat was de kortste route naar beneden. Onderdeel van mijn meesterplan. Verfrissende duik. Safe and sound. Ready? Can I get a minute? Please. Ik wil even rust. Okay. Ik denk dat we het allemaal nodig hebben na dit. Ik denk dat ik hier de episode ga beëindigen. I know. Ik wil niet stoppen. Het moet. Ik maak de regels ook niet. Okay. Ik volg ze alleen. We zijn in ieder geval bij het ziekenhuis. Dan kunnen we in de volgende episode die items gaan zoeken en dan zullen we weer teruggaan. En dan zien we wel hoe dat afloopt. Ik ga in ieder geval hier de episode beëindigen. Dus heb je genoten van deze nieuwe video van The Last of Us? Alsjeblieft, drop een likey. What do you mean? Kun je mond houden? This is the right building, but I've never been to this part of it. The bridge drops us off at the back of the building. This is new to me. Okay, well, let's see if we can find our own way down. Stilte. Goed zo. Oké, ik ga hier nu voor de video beëindigen. Dus als je leuk vond, laat een like achter. Abonneer of meer. Klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie morgen terug bij het vervolg. Dus tot dan. En houden we.